Hoi, dit is Iris Patien voor Butterfly Circles met de vibraties van deze periode. We zijn een klein beetje later, omdat we net een tour hebben gedaan met de Lakota grootmoeders. En het is een periode, we gaan net terug naar een eclipse gaan. En de eclipse zal plaatsvinden rond de 20e april. Nu zijn we de 5e april en het is volle maan in weegschaal. Dus tijdens deze volle maan, en het is echt wel weer al zo'n supermaan, waarbij je emotioneel heel veel dingen gaat voelen weer, die oftewel van je voorouders zijn, oftewel dingen die je opgeraapt hebt, dit leven, vorige levens. Dus het is weer een periode, als de volle maan naar beneden gaat, van een klein beetje te purificeren, een beetje te ontgiften, zeg maar. Want we zitten nu natuurlijk ook in die paasperiode waar we heel graag lekkere dingen gaan eten en de chocolade komt eraan en zo. Maar deze periode is toch wel een periode om heel af en toe terug te gaan centeren, je eigen te voelen, want er komen zoveel invloeden op ons nu. Het is precies of dat de zon eigenlijk ons injecteert met nieuwe gegevens. En deze periode voor veel mensen kan zenuwslopend zijn. Het kan zijn dat je zenuwen iets meer gaat voelen dan anders, dat je meer gaat geprikkeld worden. En dat is heel belangrijk, van zodra dat er te veel oordelen beginnen te komen in jouw hoofdje, ga je terug moeten in stilte gaan terugtrekken om heel even terug jouw eigen energie te voelen. Dit is heel belangrijk, van zodra dat je overprikkeld geraakt, gaat terug naar die rust. Want vele mensen die kijken zijn meestal spirituele mensen. Ook mensen die zich als dienstbaar opstellen naar andere mensen. Heel veel die kijken zijn ook therapeuten, mensen die anderen helpen. Dus het is super belangrijk om in deze paasperiode, en Pasen is eigenlijk de periode waar we het beeld kennen natuurlijk van de Christusfiguur. Die eigenlijk we hebben een vaste gehad, we hebben eigenlijk onszelf gereinigd. En nu komen we op dat punt van transformatie. En alles heeft te maken met transformatie. Dus tijdens deze transformatieperiode is het heel goed om te gaan bidden ook. Bidden, dat wil zeggen. En weet je, bidden gaan we soms onze beide handen bij elkaar doen. Dat brengt balans eigenlijk. En bidden doen we altijd met ons hartje. En dit is om terug in die balans te gaan. Dus ik wens jullie een fantastische periode toe. Oha!